de tas met boodschappen. Het is door een ander ingepakt, door een manspersoon. Nou, eieren. Ja, enkel de verlichting die zit een beetje anders erin gedeeld dan normaal. Ja, lieve vrienden, een hele goede morgen nog. Ja, het is nog steeds morgen. Al duurt het wel niet lang meer. Het is, we zien op mijn computer, 18 minuten over 11. Ik moet opschieten, ik moet met meisjes even lopen. En tussen 12 uur en kwart over 12 komt Karin met een K, mijn begeleidster, met nog een begeleidster. Dat is de nieuwe, die ken ik dus nog niet. Maar ik moet even nog met de meisjes lopen en het regent, het is bagger, het is smerig, het is vies, rot weer. Ja. Maar ik wens jullie wel welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinne en de Beestenboel. En het wordt vandaag een drukke dag, want ik moet boodschappen doen. Ik moet kersttakken halen, dus ja. Een drukke dag. Met van alles te doen. Rijka die zit zoals gewoonlijk daar. En Loring ligt hier. En Kandal zit hier. Zij gaat te poetsen. Hé hey, Kandalvie. Ja. Kereltje. Dus ja, het was dus een drukke dag voor mij. Dat ik zo op mijn bek kan worden. Want ik ben nog niet eens niet wakker. Nee, ben ik nog niet. Maar oké, maakt er allemaal niet uit. Ik ga me nou klaarmaken om met de dames weg te gaan. En dan zien we wel weer. Want het is allemaal heuveltjes in dalen met de regenbuien. Op buienalarm. Ja, niet leuk dus. Dat, ik doe zometeen mijn jurk weer even uit. Hang ik hier gewoon neer. Want ik heb er een trui onder. En dan kijk ik me makkelijker in de regenkleding hijsen. Ja toch? Ja. Wat? Miauw. Je komt er niet uit? Denk je wel? Oh nee hoor. Gaat niet gebeuren. Daar doen we maar nooit niet mee aan mee. Nee, daar doen we niet aan mee. Dus ik zeg lieve vrienden, geniet van jullie dag. Ondanks het slechte weer, je moet zelf het zonnetje zijn. En dan wordt het leven ook weer fijn, ja, als je zelf het zonnetje bent, ja. Dus geniet ervan en geniet ook met ons mee. Ja, lieve vrienden, Karin en de andere begeleidster zijn alweer weg. En de andere begeleidster heet Sanne en ze is ook nog maar 28 jaar. Dus nog een lekker jong vrouwtje. Ja, maar wel een leuk vrouwtje. Ook dat nog. Het komt allemaal goed. Ja hoor, komt zeker goed. Maar ja, mijn haar, ik weet het niet. Zit wel goed, dacht ik. Maar als ik terugkom, dan zit het niet meer goed. Want ik ga er hard op. Ik ga de regen in. Ik heb mijn jurk al uit. Ik heb mijn trui en mijn legging nog aan. Want ik zit tegen een andere broek aan. Die gaat er overheen. Dat is eigenlijk een skibroek. Maar ook waterdicht. Dus ja. Die gaat aan als regenbroek en heb ik een jek aan, winterjek. Ja, ik noem het een tussendoor jek, maar daaroverheen komt weer een regenjek. Dus ja, het komt allemaal goed. Capuchon op. Dus ja, dan gaat dat ook weer raar zitten. Lekker belangrijk, als je mijn lol hebt. Ja, ik ga gewoon de regen weer in en boodschappen doen. Kom ik weer thuis, breng ik het binnen en dan ga ik weer weg. Zo blijf je bezig, ja. En het houdt je bezig, ook dat nog. Bij de blokker zal ik misschien hoogstwaarschijnlijk niet meer binnen mogen komen. Ik heb ook niks te zoeken, maar Karin die zei, kijk even. Nou, dat gaan we doen. En dat hoop ik als het niet al te hard regent, dat ik dat kan vloggen. Ja, want ik mag van buitenaf vloggen. Ja. Binnen niet, maar buiten wel. Want er staan al van die gekke achterlijke palen, weet je wel, voor je QR-code. Dat heb ik niet. En neem ik ook niet. Nee. Nee. Gaat dat niet worden. Maar ja, er zijn winkels die raken hun klanten kwijt, hè, op deze manier. Ja, en dat dankzij Rutte en de Jonge.
Die horen achter de tralies, die twee. Ja. Nou, breek me de weg maar niet open. Ik hou me er verder over, hou ik erover op. Maar jullie weten hoe ik erover denk. En denk je daar ook zo over? Laat het me even weten. Ja. Schrijf het er maar onder, hoor. En dat regent zo vies. Bah. Maar oké. Okay. Kan de pret niet drukken. Ik ga er vandoor en ik zeg gewoon tot later maar weer, hoor. Doei! Zo, lieve vriend, ik ben weer thuis. En wat is het toch een bagger weer? Je wilt niet weten. En ik heb koude voeten en ik had koude handen. Dat wordt nou alweer warm. Maar ja, je hebt wel in principe dubbele kleding aan. Hè? Ja, dat moet je allemaal weer uit. Want het is drijfnat. Ik had drijfnatte handen. Ik kon niet eens niet normaal mijn telefoon bedienen. Want ik zou wat laten zien aan iemand. En dat wou niet. Dus moest ik het op een andere manier doen. Hé, hey, dames. Dames. I. Maar oké, okay, ja, ik draai jullie zo even om. Ik rij even langzaam naar de keuken. Ik ga een pakje koffie maken. Ik ben nog wel weer wat vergeten terwijl ik het op had geschreven. Ja, en dat is magie. En dat is een bus met waterdicht spray. Gebruik ik altijd. Want ja, ik ken niet altijd mijn regenkleding aan, weet je. Want dan is dat te heet, vooral zomers, weet je. En wat doe ik dan? De broek die ik aan heb, hup, spray maar in als het zo regent. Ja, dan word je ook niet nat. Dus ja, makkelijk genoeg. Je laarzen, je normale jas, ja, spray maar in. Waterdicht, lekker. Maar ja, die is op. En die is op. Dus ja. Moet ik morgen maar weer even een gaatje zien te vinden. Want morgenmiddag, zaterdagmiddag, komt Stefan, de huishoudelijke zorg, HHZ. En waarom op zaterdag? Nou, hij was vandaag, ja, weet ik veel wat er aan de hand was. Maar er was wat. Dus ja, ik weet niet. Het is niet mijn pakje aan, dus nou komt hij op zijn vrije tijd. Ja, zijn eigen pakje aan. En niet die van mij. Maar in ieder geval, ik draai jullie even om. Nou, de tas met boodschappen, het is door een ander ingepakt, door een manspersoon. Nou, eieren en brood, ja, en nog veel meer. En kijk, ja, daar gaan we ook weer mee aan de gang. Dus ja, ik heb eerst de boodschappen gehaald en dat ik het niet gedaan. En toen heb ik dat naar huis gebracht, althans, in de schuur heb ik het gezet. Toen ben ik weer weggegaan en toen ben ik om dat weggegaan. Ja. Nou, en dan ging ik gewoon naar binnen. Daar heb je geen QR-code nodig, niks. Ik heb ook even bij blokken gekeken voor Karin. Ik draai jullie weer even om. Ik ben ook even bij blokken geweest voor Karin, want die had gevraagd of daar ook al zo'n apparaat stond voor de QR-code. Nou, hier dus niet. Wel handen schoonmaken, maar voor de rest niks. Ik ging zo nog naar binnen. Dus toppie. Ja. Als er dan ook winkels zijn die er ook tegenin gaan. Ja, we moeten met z'n allen dat doen, jongens. Kom op. Alleen is maar alleen. En jullie willen dit toch ook niet, dit leven? Nou, kom op dan. We moeten met z'n allen er tegenaan gaan. En met z'n allen voor onze vrijheid gaan. Ook de winkels moeten dat gewoon doen. De bedrijven, de zakelijke bedrijven, kantoren, weet ik veel wat allemaal. Kom voor je vrijheid op. En die vaccinaties helpen niks. Nee, helpen niks. Maar oké, ik ga zo even koffie maken. Want ik heb dorst. En niet zo zuinig ook. En dan ga ik gelijk de boodschappen opruimen. Daarna moet ik die tafel helemaal leeg hebben, dus alles moet eraf. Dan leg ik er een ander zeil er nog even overheen. En dan ga ik met die takken beginnen. En dan gaan we dat ook weer versieren. Daar ga ik ook heel veel werk mee te doen. Dus komt goed, lieve vrienden. Ik laat het jullie natuurlijk uiteraard weer zien. En ja, geniet van de rest van jullie dag. Doe het met een lach. En tot straks. Tenminste, tot straks. Niet tot straks. Het duurt wel een tijdje voordat ik het klaar heb, weet je. En misschien dat ik jullie er even in meeneem om het te laten zien hoe en wat.
Maar dat komt allemaal goed. Ik zou zeggen, geniet gewoon. Lieve vrienden, die takken zijn klaar. Ook hangt er het engeltje er weer in. Ook zit de verlichting in. Maar ik zal even een bel zo houden. Even deze kant op lopen, maar er liggen allemaal slingers op de grond. Zo. Ik kom dan ook even bij de AB. Want dat werkt via de AB. En die ligt hier. En die is ook gelijk nog van wat anders. Ja, enkel de verlichting die zit een beetje anders erin gedeeld dan normaal. Nou lijkt het net alsof er links niks in zit. Maar er zit wel wat in. Maar die doet het nou in ene niet, zie ik. Of ben ik zo kippig? Misschien zit de stekker wel er niet goed in. Moet ik even zien hoor. Is zo kippig als wat. Er moeten 2 keer 10 lampjes in zitten. Ja, die andere heb ik er een beetje enkel van boven erin gedaan. En er zit ook van achter lichtjes. Alsof er achter mensen zitten. Dat moet toch andere jaar toch weer eens andere lichtjes erbij hebben. In 1 keer wat meer lampjes in plaats van 2 strengen. Maar ja, ik kon niet anders krijgen. En ik heb nog maar 1 streng over van 10. Dus ja, he he he. En ik heb nog een bos te gaan. Dus ja. En kijk, dat ligt er allemaal nog. Maar die is klaar en daar ben ik er blij mee. Ja, en hij is mooi. Ja, echt wel. Dus, nou ja, we gaan gewoon zaterdagmaand verder. Ik weet niet eens hoe laat we leven. En dan zullen we ook eens even bekijken. 17:30 uur, dus dat is 17:30. En om 18:00 ga ik lopen met mijn meisjes. Dus ik heb nog een half uurtje te gaan. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet nog eventjes van jullie namiddag. Want dat is nog steeds een smakelijk eten. Bon appetit! Zo, en nummertje 2 is ook klaar. En hangt keurig netjes boven de stal. Ja, en ook Candy aan. Dus dat gaan we eventjes doen. Dan moet ik even deze weer uit doen. Dan wordt het weer donker. En dan is daar ook een stekkerdoos met ook zo'n lampje. En zo. En nu is die aan. Zo, kleine dame. En daar hangt die. En dan ben ik weer helemaal blij mee. Ja, echt waar. Hij is weer mooi. Hé, jongens. Circus hondje. Circus hondje. Hé, ja, circus hondje ben je. En nou heb ik een heleboel bende. Troep. Dat moet ik allemaal nou nog opruimen weer. Maar ik ben nog niet klaar. Maar dat komt morgen van. Want kijk, dat is voor buiten. Ja. Dat doe ik nou niet meer. Nee, ik ben moe. En ik heb benauwd. Omdat ik zo druk bezig ben geweest. Dat komt allemaal weer keurig netjes in orde. Hé, hey, dorst meisje. Ja, vrouwtje heb ook dorst. Ja. Hé, hey, ja. Vrouwtje heeft ook dorst. Nou, dan gaan we de boel opruimen. Want anders dan kom ik straks niet meer overeind. Nee. Hè? Dus ja, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet van je avond. Ja, ik ga het licht weer uit doen. Want ik ben aan het werken. En het kost natuurlijk ontzettend veel. En ik wil zuinig blijven en zuinig zijn. En het is nog geen kerst. Dus komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, hou vol goede moed. Tot later. Ja, lieve vrienden, ik sta even weer bovenop de brug over de gracht heen. Daar zien jullie de lantaarnpaals branden. Daar branden ze keurig netjes. Maar ook daar
richting de kruising branden ze netjes. Maar het is gewoon spookachtig donker. Oké, achter de ramen branden lichtjes, maar kijk, ebbenhout zwart. Daar moet ik dus langs, hè? Met mijn meisjes. Daar hoor, achter Dijkzicht, dat gebouw heet Dijkzicht. Daar hoor, ligt met die kleine lampjes daar, ligt Cape Holland, de Oude Rijkswerf. Maar de straat zelf is weer donker. Dus ja, ik weet niet wanneer daar weer licht komt, maar we zullen er toch een poging gaan wagen om daar langs te lopen, hoe donker het ook mag wezen. Dus ik zie jullie straks nog wel even. En dat zijn dan de verkeerslichten op de kruising. Dat is het enige wat brandt. Verder is geen lantaarnpaal. Helemaal noppenendo. Niks. Je ziet amper wat voor je neus staan. Ik weet niet eens wat lantaarnpaal staan. Die zie ik niet eens niet staan. Ja, daarom staat er eentje, geloof ik. Maar jullie zien hem niet. Ik zie hem amper. Laat staan jullie. Ja, verkeersborden zie ik ook amper staan. Het is levensgevaarlijk. Ik ben blij dat ik op een stoep loop. He, en auto's hebben dan lichten. Komt daar geloof ik ook weer een auto aan, ik weet het niet. Maar ja, doet er allemaal niet toe. Ik zal mijn poging verder gaan wagen. Mijn normale loopje te doen. En dan hoop ik dat ik heel uit thuis kom. Zonder te struikelen en te vallen en te doen. Ja, ik zie autolichtjes. Kijk. Een auto. Maar die heeft lichtjes. Dan ziet hij nog wat. Het is levensgevaarlijk, hè, man. Ja. Dus. Maar oké, ik zou zeggen, ik kom straks nog even retour als ik heel uit thuis ben gekomen. Ja, lieve vrienden, jullie zien, ik zit al lekker op mijn bed. Ik heb Kandel lekker op mijn schoot. Elwing ligt naast me en Rijker ligt onder de bol. En ik ben dus heel uit thuis gekomen. Ik was beneden weer vergeten. Ik was even nog met andere dingen bezig de boel op te ruimen. Voordat ik naar bed ging. En ik denk, oh ja, ik moet jullie nog even vertellen dat ik weer thuis ben. En dat ik heel uit thuis ben gekomen. Nou, dat is dus gelukt. Hé, ja kereltje. Hé, ja kereltje. Hij is zo lief, hè. Hij is zo lief, hè. Dus ja, dat ik zou zeggen, wel trusten, want het is al heel erg laat. 3:40. Dat is een bekje hier ook. Dat is Elwing. Lieve. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, wel trusten. Slaap lekker met mooie dromen. En over een aantal uurtjes weer gezond uit je bed zien te komen. Ik zou zeggen, graag tot dan.